Welkom bij het 11e zintuig met Gunter Schepens en Herman Brusselmans. Twee onooglijke stofjes in het onmetelijke heelal. Maar eerst speeldag 9. Ja, we gaan naar de sloef van de week. Een van de populairste rubrieken die er op het internet te vinden zijn. En we komen uit bij Hein van Hazenbroek. Je mag eigenlijk ook gewoon Hein zeggen, dan weet iedereen wie het is. Er is maar één Hein in de Belgische competitie. De trainer van Genk. Ja. Maar hoe lang nog? Hoe lang nog? Dat is de vraag. Hè. Je weet als trainer, als je de resultaten niet haalt, of de vooropgestelde resultaten niet haalt, dan kom je onder vuur te liggen. En dat is met hem nu momenteel het geval. Het bestuur heeft hem ter verantwoording geroepen. Na de toch wel tegenvallende resultaten. Vorig seizoen met Kortrijk, tweede seizoenshelft vooral, ongelooflijk slecht. Dan zei iedereen, ja, hij zit al met Genk, want hij had al getekend bij Genk. Hij zit met Genk in zijn hoofd. Maar ja, met Genk gaat het ook niet goed. Kunnen we na Hein te hebben gekend bij Kortrijk en nu bij Genk zeggen of dat een goede trainer is of niet? Ik zelf ben van mening, een trainer doet niet zoveel aan een ploeg. Als het 11 goede spelers zijn of 15 goede spelers, dan is een trainer bij wijze van spreken overbodig. Weet je wat, we geven hem nog een klein beetje krediet. Maar hoe dan ook is het deze week sloef van de week. Je kan gaan naar www.hetelfdezintuig.be en meespeel, onder andere spelen tegen Gunter en mij. Tot nu toe zijn er 1200 mensen die dat gedaan hebben, Gunter. Ja, en er zijn ook wel een paar sterke kandidaten bij. Als je ziet dat ze op speeldag 7, dat er 9 spelers zijn met maar liefst een score van 7 op 8. Dan blijkt ook dat er mensen zijn met meer inzicht in de Belgische competitie dan de zogenaamde kenner Gunter Schepens en de zogenaamde oppergod der Vlaamse literatuur. Nieuw boek uit Kalumerkes in de Zep. La Koemerkes, ik bedoel Kalumerkes. Kakakaka in de Zep. Allen naar de winkel. Ja, er zijn sterkere spelers dan wij tot nu toe natuurlijk. En die sterke spelers kunnen natuurlijk ook prijzen winnen. Ja, namelijk deze maal spelen ze voor 5 dutycats voor de wedstrijd Club Brugge AA Gent. Voor 2 personen. Dutycats is altijd voor 2. Dutycats is voor 2 personen voor de mensen die dat niet zouden weten. Dit zijn de pronostieken voor de 9e speeldag. Zulte-Waregem, Gent. Gent wint. Gent wint. Genk, Roeselare. Genk wint. Genk wint. Westerlo, Sint-Truiden. Sint-Truiden wint. Gelijkspel. Lokeren, Charleroi. Lokeren wint. Gelijkspel. Kortrijk, Standaar. Standaar wint. Standaar wint. Anderlecht, Beerschot. Anderlecht wint. Anderlecht wint. Moeskroen, Club Brugge. Club Brugge wint. Club Brugge wint. Cercle Brugge, KV Mechelen. Gelijkspel. Gelijkspel. Westerlo, Sint-Truiden, ben ik voor een 2 gegaan. Herman, een gelijkspel. Westerlo natuurlijk bengelt achteraan, zeer tot mijn spijt. Vind ik een sympathieke ploeg. Ik heb altijd sympathie gehad voor de minzame man, maar recht door zee, die Jan Keulemans is. Daarom geef ik ze gelijkspel, want zoals Sint-Truiden op een bepaald moment zijn een klop zal krijgen, gaat Westerlo volgens mij op een bepaald moment het dal uitklimmen. Goh, ik vond het heel goed wat de manager van Westerlo zei, dus Wijnands. Hij zei, ik heb de trainer aangesteld, Kulemans aangesteld, dus als ik hem moet buiten gooien, moet ik eigenlijk ook zelf opstappen. Ontslag. Dus ik denk dat Kulemans, of het monument Kulemans, nog niet direct aan de deur zal zetten van Westerlo. Ten tweede hebben we als verschillende pronostiek Lokeren Charleroi. Daar heb ik ook gelijk spel gezet. Ja, het is weer, het is typisch voor die wedstrijden waarbij ik het eigenlijk niet goed weet. Ik heb een 1 gezegd, dus thuisoverwinning voor Lokeren. Omdat ik vind dat ze eigenlijk onder hun waarde geclasseerd staan ook. Dus ik zie ze gewoon winnen tegen Charleroi, zo simpel is het. Opvallend is eigenlijk ook weer een beetje dat we de traditionele top 3, Anderlecht, Standaard, Brugge, toch maar weer een tweede overwinning geven. Want het ziet er toch naar uit dat zij er weer gaan bovenuit springen in de loop van het seizoen. Ook Gent, hè. Gent zetten we gewoon op Zulte-Waregem, wat niet zo'n makkelijke verplaatsing is. Nee. Maar we zullen zien. Ik hoop, hè, Gunter heeft vorig seizoen gewonnen, dat ik nu met een paar pronostieken beter dit seizoen zal winnen.
kijk daar echt wel naar uit. Na de wedstrijd van Anderlecht tegen Mouscron zei Olivier de Schacht tegen zijn buitenlandse medespeler Mazouk in het Frans. Volgens mij had hij het beter in het Engels gezegd. Herman, opnieuw voor een gelijkspel. En Twee minuutjes begroeten, jongens.